de oma van koning Willem-Alexander. Vrijheid beloofd terug te luisteren in de troonrede van 1960. In het bijzijn van de Nieuw-Guinea-raad, de Papua's vrijheid beloofd. Maar, na de overdracht aan Indonesië, tot de dag van vandaag, 500.000 Papua's vermoord. 1/3 van onze volk. En in maart gaat de koning daar naartoe. En dan kan het niet zo zijn dat alleen wordt gehandeld. Corporaties werken over grenzen heen. Regeringen, zoals de Nederlandse, die dat soort bedrijven faciliteren en in ons land een ecocide en een genocide faciliteren. En dat is waar we de Nederlandse regering op een morele verantwoordelijk wijzen. Ja, er mag gehandeld worden, maar niet ten koste van onze leven. En we snappen heel goed het pijn en verdriet van de Groningers, die de prijs betalen voor alle Nederlanders vanwege de gaswinning. Maar er is nog geen enkel Groninger overleden vanwege de gaswinning. In Papua zijn er al 500.000 mensen de afgelopen 60 jaar vermoord, van hun land gejaagd en hun rechten ontnomen. En dat is waar de koning aandacht zou moeten besteden als Indonesië bezoeken. Want het is een moordzuchtige staat. En we vinden dat de koning en de Nederlandse regering ook moet kijken naar wat voor gevolgen de belangen teweeg brengen voor de lokale bevolking. Free West Papua! No! Dus in maart vertrekt onze koning, die nu nog op vakantie is, op staatsbezoek naar Indonesië. En we roepen de koning op om met de Nederlandse regering aandacht te besteden voor de mensenrechten situatie in de voormalige Nederlandse.